had ik net de waarheid gevonden en mijn hele preek voorbereid. En moet ik alleen maar vragen komen stellen? Dat is toch wel jammer. Maar, nee hoor. Ja, bedankt voor deze uitnodiging. Ik word wel een beetje zenuwachtig van de titel. Want dan moet ik inspireren. Ik weet bij God niet hoe je dat doet. Volgens mij is er ook helemaal geen formule voor. Ik word extra zenuwachtig door het feit dat ik ook weet wie jullie zijn. Dat jullie zijn met namelijk als doelgroep aan mij doorgestuurd. Er stond het thema van het onderwerp vandaag en waar het was. En ook de doelgroep. En jullie zijn maatschappelijk betrokkenen Overijssel. Dat jullie het even weten. Ik hoop niet alle maatschappelijk betrokkenen in Overijssel. Want dan is het toch wel karig gesteld met deze provincie. Het scheelt niet veel. Het scheelt niet veel, ja? Oh. Nou, dan heb ik ze allemaal één keer te pakken. Dat is wel fijn. Hier achter mij, dit is niet van mij, maar hier achter mij staat ongeveer wel in een hele kleine notendop waar ik het over wil hebben. In ieder geval in de eerste plaats over de veranderende samenleving. Dan zou je kunnen beginnen. He, zoals het een iemand die bij een krant werkt, begint dan gauw over de actualiteit. Dan weten jullie misschien dat de krant waar ik tot een week geleden leiding aan gaf, actualiteit toch anders benaderde dan de meeste kranten. Het is me altijd opgevallen dat nieuws een heel raar soort fenomeen is. Wat actueel is, is over het algemeen, kun je zeggen, waar andere media over praten. Dat is een beetje wat nieuws is. Dus de Volkskrant opent met iets of het NOS-journaal begint ergens over. En dan gaan alle redacties gaan zeggen van, oh, dit is wel een interessant onderwerp. En dan gaan ze daar naar kijken. En dan gaan ze daar verhalen over produceren. En daardoor komt het weer onder de aandacht. En daardoor gaan mensen erover praten. En dan vinden ze daar weer een rechtvaardiging in dat je daar dus weer meer over moet schrijven. En zo krijg je steeds hele kleine visuele cirkeltjes van nieuws. Nou, dat ga ik niet doen, want nieuws heeft hele grote nadelen. Nieuws heeft een enorm beperkte blik op de wereld. Ik zeg wel eens, als je de wereld volgt via het nieuws, dan snap je eigenlijk precies hoe de wereld niet werkt. Je krijgt alleen de uitzonderingen te zien, je krijgt de ongelukken te zien, de conflicten, maar nooit de regels en nooit de structuren in de wereld. En dus nooit waar de uitzonderingen van die dag een uitzondering op zijn. Dat heeft me altijd gestoord. Het is een soort, de nieuwsindustrie is een beetje een soort manier om mensen de hele dag een soort kunstmatig gebiologeerd te houden over relletjes, conflictjes, die eigenlijk verder helemaal geen bredere betekenis hebben dan alleen dat relletje. Ik zal vertellen, op Prinsjesdag, misschien wel een aardig idee, een aardig voorbeeld. Op Prinsjesdag openden alle kranten met, er is eigenlijk niks te vertellen over Prinsjesdag. Dat was de voorpagina. Dat vond ik al bijzonder. Vervolgens hadden we ook nog een live blog op onze website nrc.nl over wat er allemaal plaats stond op Prinsjesdag. Nou, dat waren dus allemaal gebeurtenissen die er eigenlijk niet toe deden, hadden we net in het commentaar geschreven. Hoedjes worden dan geanalyseerd, dat soort dingen. Maar er stond ook een berichtje, en dat was het meest gelezen berichtje van die bewuste dinsdagmiddag. Dat was dat een columnist van NRC Next, Marcel van Roosmalen, ruzie had met Gordon. Dat was het by far het meest gelezen. En dat is dus op nrc.nl. Hè? Dus wij pretenderen dan toch een ander segment publiek aan te spreken. Maar ook daar overwint Gordon het van de politiek. Nou, dus dat ga ik niet doen. Ik wil het ook eigenlijk niet hebben over wat dan actueel wordt genoemd. Je zou kunnen beginnen over de bankencrisis. Of je zou kunnen beginnen over de mogelijke ondergang van de euro. Je zou kunnen beginnen over, ik noem maar wat, de opkomst van internet en wat voor effecten dat allemaal heeft. Maar ik wil eigenlijk liefst iets dieper graven of iets verder terugkijken. Ik ben van huis uit ook filosoof, dus dat ben ik gewend. Voor mij begint de studie begon zo'n 2.500 jaar geleden. Toen voor het eerst het westerse denken op schrift werd gesteld. Dus ik heb altijd de neiging om een beetje verder te kijken dan alleen maar gisteren of vorige week. Als je dat doet, dan kun je een paar fundamentele veranderingen in de samenleving ontwaren. Ik zou er eigenlijk vier willen noemen. Dat zijn volgens mij de vier belangrijkste. Die een hele lange geschiedenis hebben, maar je zou kunnen zeggen echt tot wasdom zijn gekomen sinds de jaren 60. De allerbelangrijkste daarvan is
de ontideologisering van de samenleving. Dat is ingewikkeld woord voor iets heel simpels. We kennen allemaal de ontzuiling, de kerken liepen leeg, het geloof brokkelde af. Aangevoerd natuurlijk door de wetenschap die daartegen aan schopte. Oude overtuigingen die honderden, soms wel duizenden jaar gekoesterd waren, die zagen er opeens heel veel minder overtuigend uit. Dat wordt ontideologisering genoemd omdat er geen coherent, samenhangend wereldbeeld meer was waar mensen als het ware automatisch in thuis hoorden. Het was vroeger helemaal dat je bij een zuil hoorde, dat daar een bepaalde krant bij hoorde, die een bepaald wereldbeeld uitdroeg, dat je naar een bepaalde kerk ging, waar je dat verhaal nog eens bekrachtigd kreeg. Dat je bij een groep hoorde, dat je trouwde binnen die groep, dat je geloofde wat die groep geloofde en dat er ook niet te veel vraagtekens over bij werden gesteld. Nou, die tijd is, kunnen we stellen, voor het overgrote deel voorbij. Het is nu al lang niet meer vanzelfsprekend dat je bij een groep hoort. Laat staan maar bij één. Dat is al voorbij. Het is ook al lang niet meer vanzelfsprekend, kan ik uit ervaring vertellen, dat je een bepaalde krant leest. Sterker nog, de omloopsnelheid van een gemiddelde krant in Nederland, dat wil zeggen hoeveel abonnees er elk jaar weglopen, is 40%. Dus je moet 40% van de abonnees elk jaar bijwerven, wil je überhaupt gelijk blijven. Nou, dat zegt wel iets. Dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Hè. Dat geldt ook voor mensen zijn al lang niet meer vanzelfsprekend 30 jaar bij dezelfde baas of bij dezelfde baan. Mensen gaan steeds sneller switchen. Dat geldt ook voor relaties bijvoorbeeld. Het is niet vanzelfsprekend dat je trouwt met je schoolliefde of zo. Het is ook niet vanzelfsprekend dat je maar één keer trouwt. Misschien ook maar 2 of 3 keer. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van het afbrokkelen van, laten we zeggen, gemeenschappen en de bijbehorende waarden. Dat is één heel belangrijke ontwikkeling. Die heeft, als je filosofisch bekijkt, een langere geschiedenis dan de jaren 60. Dat is eigenlijk eind 19e eeuw echt doorgebroken. Toen kreeg je wat in de filosofie het existentialisme werd genoemd. En het existentialisme is eigenlijk, kort samengevat, je wordt in de wereld geworpen. En er is niet een betekenis te ontlenen aan die wereld die eigen is aan die wereld. En die betekenis moeten we geven. Dat is eigenlijk in essentie wat existentialisten zeggen. En dat dus het zijn, daar moet je een verantwoordelijkheid voor nemen. En dan moet je voor zeggen van niks is van zichzelf betekenisvol, maar die moet ik creëren. En daar horen allerlei dingen bij als zelfcreatie en ook het herevalueren bijvoorbeeld van normen en waarden. Die zijn niet gegeven van hoger af, dat werd 18 eeuwen lang gedacht. Nee, die moet je maken. Dat is eigenlijk, de wereld is een soort constructie van ons eigen voorstellingsvermogen. Dat werd toen voor het eerst eigenlijk gezegd en ook geloofd. Want dat is wel vaker geprobeerd in de filosofie. Er zijn wel meer filosofen die dit dachten, maar dat werd nooit, dat vatte nooit post, omdat de overtuiging dat alles van bovenaf geregeld en bepaald was te diep. Want toen kreeg je Darwin en toen kreeg je de hele evolutietheorie en daardoor is dat langzamerhand gemeengoed geworden. En in de jaren 60 is dat helemaal maatschappelijk, helemaal heeft zich dat vertaald in het afbreken van instituties en dat soort dingen. En daar zitten we nu nog steeds middenin. Ik bedoel, we noemen deze tijd wel eens postmodern. Sommige mensen noemen het al zelfs post-postmodern. Ik weet nog niet precies wat dat betekent, maar we kunnen zeggen, waarheid is geen gegeven meer. Waarheid is aan discussie onderhevig, interpretatie. Je kan het bijvoorbeeld zien aan het feit dat, en daarom vind ik doelgroepen ook zo'n volstrekt achterhaalde term. Doelgroepdenken, dat is jaren 90. Doelgroepdenken suggereert dat als je de demografische gegevens van een groep mensen noteert, dat je dan weet wat ze willen en wat ze interessant vinden.
En dan zeg je van, oh ja, ze zijn zo hoog opgeleid, ze zijn zo oud ongeveer. Ze gebruiken die media of ze rijden zo'n auto, ze kopen daar hun boodschappen. Dus dan zullen ze zo'n krant willen lezen of zo'n programma willen zien of enzovoort. Dat is doelgroepdenken. Nou, dat gaat niet meer op, want uit die demografische gegevens kun je al lang niet meer opmaken wat mensen willen of wat ze interessant vinden of wat ze geloven. En dat komt omdat het niet meer één op één gerelateerd is. Vroeger kon dat wel, want dan zei je van ja, je stemt CDA en je woont daar en daar. En dan kon je uitrekenen wat voor krant daarbij hoorde. Maar dat kan niet meer. Dat heeft met die ontideologisering te maken. Dus ik heb ook altijd geroepen, wij hebben een hele marketing- en lezersafdeling op de krant, die nergens anders mee bezig is dan doelgroepen formuleren. En ik heb altijd gezegd, dat vond ze niet zo leuk om te horen. Ik zei van, hou hier gewoon mee op, want dit heeft helemaal geen zin. Ik kijk naar mezelf, ik lees The Economist en ik lees geen stijl. Nou, grotere kloof kan je denk ik niet hebben. Ik lees de NRC, maar ik kijk ook naar SBS6. Of niet alleen mediaconsumptie, maar je kan het op van alles toepassen. Ik ga naar de Dirk, maar ik ga ook naar de Markt. Dat is een hele dure supermarkt in Amsterdam. Dus het is niet meer vanzelfsprekend dat als je weet tot welke groep ik behoor, dat je dan weet wat ik wil en doe. Dat is één. In het verlengde hiervan, dus de ontideologisering is eigenlijk het eerste proces. In het verlengde hiervan kwam het tweede proces. Dat is de economisering van de samenleving. En ook de economisering van ons wereldbeeld. Wat betekent dat? Omdat die waarheid, en ook daarmee de morele waarheid, van wat is nou goed en kwaad, wat is nou het doel van het leven, wat moet ik in met het leven, wegviel, of in ieder geval niet vanzelfsprekend meer werd gevonden, moest er iets voor in de plaats komen. Je kunt niet zonder richtingaangevers in het leven. Je moet wel je ergens op baseren, wil je weten, moet ik linksaf, moet ik rechtsaf? Of moet ik rechtdoor of terug, weet ik niet. En dat is de afgelopen, laten we zeggen, 30, 40 jaar, is dat morele, laten we zeggen, religieuze, ideologische wereldbeeld vervangen door een economisch wereldbeeld. De maatstaven van ordening en waardering van de wereld zijn economisch van aard geworden. Dat hoor ik de hele dag om me heen. Hè. Het is, we moeten efficiënter werken, we moeten productiever zijn. We moeten meer winst maken, we moeten zuinig zijn, we moeten bezuinigen. Als je de politiek volgt, stel je bent een buitenaards wezen en je kijkt op aarde neer en je volgt de politieke verkiezingen van de meeste landen om ons heen en ook in Nederland, dan denk je, God is hier de economie. En de economie, dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Het RTL-debat. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, het RTL-debat over voor de lijsttrekkers, dat begon met, dit is het debat dat gaat over uw geld. Dat is de maatstaf waarop wij dingen zijn gaan waarderen. En dus ministers zeggen bijvoorbeeld, minister van Onderwijs zegt, we moeten meer doorstroming naar de arbeidsmarkt hebben. Studenten moeten sneller afstuderen en ze moeten een kans op een baan hebben. In de zorg zeggen ze min of meer ook, we moeten efficiënter organiseren. Of de namen die daarbij horen zijn ook precies zo. Hè. Je bent zorgconsument of in mijn industrie nieuwsconsument. Ik had een enorme hekel aan gehad. Het zijn gewoon burgers die willen weten wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Nee, dat zijn nieuwsconsumenten. En die moeten nieuws kopen en verorberen. Zo zie ik het dan voor me. Dat is een beetje de maatstaf geworden. Als je het toepast op waar ik de hele dag in rond beweeg, kan je dat bijvoorbeeld zien in hoe kranten meer en meer zijn opgebouwd. Wie dacht dat de krant hoofdzakelijk voor lezers werd gemaakt, vergist zich. Het is meer en meer zo dat kranten en ook andere media voor adverteerders worden gemaakt. De publiek is, en dat zal de journalist zelf niet vinden. En dat vinden wij op de redactie niet. En zo maken we de krant ook niet. Maar zo is het wel hoe het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het maken van dat product georganiseerd is. Het gaat er eigenlijk om welk publiek bereiken wij met onze krant. En hoe kunnen wij dat publiek verkopen aan de adverteerder. Dat is eigenlijk een beetje het model. Zeg maar. Dus jullie zijn het product van NRC. Niet de krant. Iets wat ook trouwens, wederom om precies dezelfde reden als daarvoor, steeds minder werkt, omdat we niet weten wie het publiek is. We zeggen wel eens van, door het internet haken alle adverteerders af.
Daarom moeten we maar iets op digitaal doen, want dan halen we die adverteerders wel terug. Nee, dat is niet waar. Adverteerders betalen namelijk en investeren namelijk net zo min in advertenties op internet als, sterker nog, alle nieuwssites, nu.nl enzovoort, zijn helemaal niet rendabel, omdat er helemaal nauwelijks op wordt geadverteerd. Waarom haken adverteerders af? Omdat wij niet meer weten wie het publiek is. Dus we kunnen niet meer zeggen van BMW bereikt bij dat medium die mensen. En dat willen ze wel. Daarom worden allerlei ideeën bedacht, zoals bij Facebook, van je kan precies op profiel kan je mensen bereiken. Nou, dat werkt wel gemeten. Ik weet niet of je wel eens de advertenties op Facebook hebt gezien. Dat zijn gewoon telcel reclames van buikweg t-shirts en zo. En Viagra pillen. Ik weet niet, misschien dat uit mijn profiel opgemaakt kan worden dat ik Viagra pillen nodig heb. Dat weet ik niet, maar ik denk het niet. Maar dat is de reden waarom adverteerders weglopen. Dus, en steeds meer wordt ondernomen om dat te keren. Dus bijvoorbeeld, we moeten een paar weken geleden heeft NRC Next, mijn eigen krant, nog een carrièrebijlage gelanceerd. Heb ik ook eerlijk ingezet, want dit is voor adverteerders, niet voor lezers. We doen het wel, we proberen er wel iets van te maken. Maar de bedoeling van de carrièrebijlage is om advertenties te trekken, niet om journalistiek te bedrijven. Nou, zo zijn er nog veel meer. In Duitsland gaat het nog veel verder. In Duitsland heb je al, en de Telegraaf doet daar ook aan mee, heb je no cure, no pay model. Dat de krant deelneemt in de winst, de extra winst van het bedrijf wat gegenereerd wordt door de campagne. Dus dan doe je een campagne in de krant en dan verkoop je meer Calvé pindakaas. En dan krijgen ze betaald naar rato van hoeveel er meer verkocht is. Nou, dat is natuurlijk de dood in de pot voor de journalistiek, want als er dan glansscherven in de Calvé pindakaas zitten, dan gaan we dat niet opschrijven, want dan gaat onze advertentiecampagne de play in. Je maakt je totaal afhankelijk van de belangen van de adverteerder. Nou, zo kan ik er nog een hele lijst noemen, maar daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Dat is dus gebeurd. De wegvallen van die ideologie is vervangen door de economie, zou je kunnen zeggen. Dit alles vindt ook nog eens plaats in wat de derde belangrijke ontwikkeling is geweest en nog steeds is. En dat is wat men de globalisering noemt. Nou zou je heel veel definities op kunnen loslaten wat globalisering nou eigenlijk precies is. Sommige mensen definiëren bijvoorbeeld als de Amerikanisering van de wereld. Dat is een beetje achterhaald. Dat is een beetje de jaren 90 anti-globalisten definitie van Amerika neemt de wereld over. Dat is niet helemaal meer zo. Het is natuurlijk ook alleen al door China is dat een beetje passé. Je zou het ook op een andere manier kunnen definiëren, een veel interessantere manier. Dat is namelijk volgens mij hoe het uiteindelijk op mensen uitwerkt. Dat is namelijk het verdwijnen van afstand. Daar komt het eigenlijk op neer. Globalisering is het verdwijnen van afstand. Dat heb ik niet zelf bedacht. De beroemde Duitse filosoof Martin Heidegger. Die zei al in het begin van de 20e eeuw, het belangrijkste wat in de 20e eeuw ons te wachten staat, de belangrijkste ontwikkeling, is het verdwijnen van afstand. Dat is niet alleen maar fysiek. Dus van ik kan nu in 2 uur naar Spanje, waar ik er vroeger 2 weken over deed. Maar dat is ook psychisch. De wereld komt de hele dag tot mij en snel tot mij. En ik bedoel, ik hoef maar 1 minuut of 2 te wachten. En dan weet ik dat er in Japan een kernramp is gebeurd. Of wij zitten bovenop de Arabische opstand. Kunnen we gewoon live zien, als het ware. Nou, dat heeft een psychologisch effect dat de wereld kleiner lijkt dan vroeger. Daarom heb je ook 2 soort van reacties erop. Mensen die dat als een enorme vooruitgang ervaren. Van die overal potentie zien. Dus dat zijn meestal de mensen die aan de Keizersgracht wonen. En die denken, ik kan mijn stroopwafels niet alleen maar in Den Haag verkopen, maar ook in Tokio. Of ik kan goedkoper iPads krijgen in Zuid-Korea dan in België. Ik noem maar wat. Dus dat is voor die mensen een voordeel. Ik zelf behoort ook tot die groep. Als je hoger opgeleid bent, dan heb je al gauw meer voordeel van de mogelijkheden die de kleinere wereld geeft dan nadelen. Ik kan overal studeren waar ik wil. Ik kan overal werken waar ik wil. Ik kan overal op vakantie waar ik wil. Dat soort dingen. Je hebt ook een andere groep, die heeft er veel meer last van. Dat zijn namelijk de mensen die wiens baan wordt wegbezuinigd ten bate van een goedkopere Indiër, bijvoorbeeld. Of wie de mensen die in de wijken achterblijven waar de mensen die
in ons een grotere kans zien, uit Turkije of Marokko of verder, en dan daarnaast komen te wonen en elkaar niet meer verstaan. Dat is ook globalisering. Dus je hebt eigenlijk winnaars en verliezers van globalisering. Daarom heb je ook een tegenbeweging, dat heet dan lokalisering, dat steeds meer de waarden enzovoort worden gezocht dichtbij. En dat is de supermarkt, je hebt de Albert Heijn, daar is niks meer uit Nederland wat je in Albert Heijn vindt. Dat was het al niet, want de kroket is ook Frans, maar je hebt dan de tegenbeweging, dat je, er zit nu een supermarkt bij om de hoek, die heeft alleen maar producten van boeren uit de regio. Dat zijn voorbeelden van lokalisering. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het proces waar ik het over heb is glocalisering. Aan de ene kant globalisering, aan de andere kant lokalisering. Dat is de derde en dan heb je de vierde verandering. En dat is misschien wel het belangrijkste, tenminste daar weet ik het meest van af. Dat is de mediatisering van de samenleving. We hebben ook nog eens, we zijn omringd door informatiebronnen. De hele dag door. Je kan geen tram instappen of je krijgt het nieuws. Je kranten, gratis kranten, internet, televisie, mobiele telefoons. We zijn ook meer en meer verslaafd aan informatie. Je moet altijd even checken wat het laatste, wat op teletext staat, of op Twitter of op Facebook. Constant moet je geprikkeld worden om nieuwe informatie. Er is ook steeds meer. En het is ook steeds minder geordend. En dus er is geen instantie die meer zegt van dat klopt en dat klopt niet. En die dingen samen maken dit een probleem. Want je hebt geen waarheid meer. De enige waarheid die we weten is niet moreel van aard, maar economisch van aard. De wereld wordt steeds kleiner of groter, het is hoe je het beziet. En steeds complexer en ingewikkelder. En we weten er ook steeds meer van. En het is niet voor niets dat Socrates al zei, hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet. Nou, en dan krijg je dus dat mensen niet weten wat ze moeten, wat ze willen, wat ze kunnen, waar ze naartoe moeten, naar wie ze moeten luisteren, wat ze moeten geloven, enzovoort, enzovoort. Dit soort sessies met dit soort titels vinden in de hele wereld plaats, precies om deze vier redenen volgens mij. Er is geen anker meer, geen autoriteit meer die je vertelt hoe het moet. Sterker nog, het wordt ook niet verwacht, hè, want het werd al aangekondigd. Ik mag vooral niet vertellen hoe het moet en waar de waarheid dan wel in zit. Dat doen we niet meer aan, dat is postmodernisme ten top. Dan was ik ook niet van plan dat te doen, want ik heb dat antwoord ook niet. Maar je moet wel een soort van handvaten hebben hoe je daarmee om moet gaan. Ik bedoel, je kunt, de enige oplossing, als je geen manier van omgaan hiermee hebt, met deze problemen als het ware, dan sta je stil. Dat is de makkelijkste en simpelste oplossing, dat is gewoon niks doen. Nergens meer in geloven, overal sceptisch over zijn, al je abonnementen opzeggen, niet meer naar tv kijken, niet meer naar de wereld kijken. En dan je wentelen in het gelijk dat niemand gelijk heeft, om het maar zo te zeggen. Maar ja, daar kom je niet ver mee, dan kom je misschien zelfs het bed niet meer uit. Nou, misschien dat nog net, maar niet veel verder in ieder geval. Want dan begint al de eerste vraag, welke koffie moet ik nemen, welk werk moet ik naartoe? Dat noemen ze dan keuzestress. Van je weet niet of je Nespresso of Douwe Egberts moet drinken. Nou, en dat gaat de hele dag zo door. En daar word je gek van. Daar zijn wel oplossingen voor. Want het is namelijk niet zo dat dit onoverkomelijk is. Het is niet dat wij. Er zijn wel altijd denkers geweest die, zeg maar, min of meer. Nietzsche was een goed voorbeeld daarvan. Nietzsche is bekend van God is dood. Hij zei er ook bij en wij hebben hem vermoord. Dat moet er eigenlijk bij gezegd. Die voorzag het tijdperk van nihilisme. Je gelooft nergens meer in. Niks is meer van meer waarde dan iets anders. En daar laten we het bij zitten. Nou, dat is gelukkig niet helemaal uitgekomen. En dat komt omdat mensen gewoon wel degelijk doorgaan met waar ze mee bezig zijn. En ook doorgaan met waar ze in geloven. En hoe komt dat dan? En daarom vind ik de vraag is veel ingewikkelder voor mijn gevoel dan het antwoord. Ik weet ook niet hoeveel tijd ik nog heb, maar valt nog mee. Het antwoord is een stuk minder ingewikkeld dan deze inleiding op het antwoord, denk ik. En dat is namelijk dat over het algemeen de meeste mensen, als je ze maar lang genoeg daarop doorzaagt,
als het ware, hebben wel een antwoord. Er gaat nu ook iemand een antwoord geven, geloof ik. Uiteindelijk is het helemaal, is zeg maar, ik ben zeer geraakt door wat de pragmatist Richard Rorty ooit zei. Twijfel is iets wat je in jezelf kan oproepen als je heel veel boeken leest en niet meer weet welke je moet geloven. Het is iets wat je kan veroorzaken in jezelf, twijfel. En als dat iets is wat je zelf kan veroorzaken, kan je het ook zelf wegnemen. Hoe doe je dat? Nou, er is geen formule voor, maar wel een soort... er hoort wel een manier van denken bij, laat ik het zo zeggen. En die manier van denken, die wou ik nu proberen zo helder mogelijk uiteen te zetten. Dat is dat, en dat is eigenlijk het mooist omschreven ook door Richard Rorty. Die heeft een boek geschreven met een vrij ingewikkelde titel, waardoor heel weinig mensen het hebben gelezen, terwijl dat eigenlijk wel de moeite waard was geweest. Dat boek heette Contingentie, Ironie en Solidariteit. En dat komt eigenlijk neer op het volgende. Contingentie wil zeggen, niks is zeker. Alles kan anders zijn dan je denkt. Dus je weet nooit hoe de wereld werkelijk is. Je kan het hoogstens interpreteren. Ironie is, je bent je daar bewust van. Dus je bent constant in een soort ironische toestand van de waarheid heb ik niet en ik weet het. En ik moet daarmee leven op de een of andere manier. En solidariteit, dat was zijn derde vraag, is hoe kan je dan toch het goede doen of doelen nastreven die jij de moeite waard vindt en die beter zijn voor de wereld, of de wereld beter maken, zonder dat je weet waar dat op gebaseerd is. Nou, hij zegt dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld, want in principe 98% van de tijd doen we al niks anders. 98% van de tijd doe je wat je doet. En doe je dat met overtuiging, doe je dat met plezier en doe je dat met niet af te vragen of het nou, tenminste dat hoop ik, je zit je niet af te vragen of dit nou in het hogere schema van het leven verspilde tijd was dat we hier zitten. Dat doe je niet. Dat zou knettergek zijn als je dat de hele dag doet. Dus in principe doen we al niks anders. De kunst is om het dan vervolgens die 2% diezelfde mentaliteit te handhaven. Nee, er is geen formule voor succes. Er is geen definitie van goed en kwaad. Nee, er is geen één waarheid waar je aan vast kan klampen. Maar heb je dat nodig? Nou, 99% van de tijd niet. Waarom in die 1% waarin je dus jezelf in twijfel dompelt en dat soort dingen, waarom dan wel? Op de een of andere manier zegt Rorty ook van, er is een soort van deel van het leven waarin mensen dat dan wel opeens gaan doen. En niet praktisch nadenken van wat doe ik en wat wil ik bereiken en hoe kom ik daar. Dan gaan ze nadenken, is het in het grotere schema wel goed dat ik dit wil? Dat met mensen die trouwen of een andere baan nemen of een campagne opzetten voor iets of een politieke partij stemmen. Dan opeens wordt de vraag, in het grotere schema des levens, past, is dit wel de bedoeling? Nou, dat is een vraag waar je veel tijd mee kan verspelen, of nou in ieder geval tijd aan kan besteden. Je kan er heel erg over filosoferen, maar zegt hij, daar komt geen antwoord op. Niet eentje die het verlost of zo. Ja, tenzij je dus uiteindelijk wel gelovig wordt, op de een of andere manier, in iets. Maar als dat niet gebeurt, dan blijf je ronddwalen in die zee van informatie en van mogelijkheden enzovoort. Je kunt maar beter gewoon doen wat je doet en jezelf beoordelen op de resultaten. En die resultaten staan niet in het licht van een hogere afrekening. Dat vind ik altijd een hele geruststelling. Het is bijna 20 eeuwen lang gemeengoed geweest dat als wat wij doen in deze wereld, in het klein en in het groot, als dat niet in het licht staat van een hogere afrekening, dus ik bedoel, je staat aan de poort en dan wordt even beoordeeld of je een goed of slecht leven hebt gehad. Als dat niet gebeurt, dan moet het leven wel zinloos zijn, want waar gaat het dan naartoe? Ik denk precies andersom. Ik denk, je kan pas een zinnig en waardevol en creatief en nieuw en spannend en inspirerend leven leiden als dat niet komt. Want dat is er niet. En juist daarom, juist het ontbreken van zo'n oordeel, maakt dat je het zelf kan en het zelf kan bedenken en ook nieuw kan leven. Het bevrijdt mij enorm als dat ik het idee heb
dat ik niet goed en fout kan doen in de hogere zin des levens. Dat is een bevrijding. Daardoor ga je makkelijker proberen, experimenteren, kijken waar het schip strandt. Dan moet ik wel zeggen, dat is ook het commentaar op Rorty altijd geweest, dit is een vrij elitaire filosofie. In de zin dat dit kan je pas ten uitvoer brengen als je min of meer alle zekerheden in het leven al geregeld hebt. Als je niet bang hoeft te zijn voor je baan of voor je hypotheek of dat je op straat komt staan enzovoort. Nou is dat wel een beetje zo. Maar ik denk dat juist als je dat niet hebt, dat die houding ook heel erg goed kan uitkomen. Heel goed kan... Je kan vertellen van je moet risico's nemen, anders dan kom je nooit ergens. Wie nooit risico's neemt, heeft het veiligste leven wat je kan hebben, maar ook het saaiste. Dus ik denk dan altijd, en dat is altijd een beetje mijn antwoord op deze vraag, ik hoef niet te weten of het antwoord klopt wat ik heb of elke dag voor mezelf geef. Sterker nog, ik neem de vrijheid om dat antwoord elke dag te veranderen, als me dat uitkomt. Of als dat meer resultaat levert. Maar dat is nog geen excuus om het niet te doen. Dus ik heb altijd afgevraagd waarom heel veel mensen heel vaak toch de smoes vinden of het excuus aangrijpen om iets niet te doen dan om iets wel te doen. Mijn vader allebei mijn ouders zijn psycholoog. Verklaart een hoop. En mijn vader die is ook nog een bijzonder soort therapie doet hij, namelijk provocatieve therapie. En provocatieve therapie komt er eigenlijk op neer dat wat echt in de aard van mensen zit, die bij een psycholoog komen, is de verantwoordelijkheid afschuiven op anderen. Je wil nooit zelf beslissen wat je gaat doen of wat je wil. Je wil altijd het advies, daarom komen ze ook voor advies. Want dan kun je dat advies meenemen en als het dan mislukt, dan is het de fout van het advies. En als je het niet doet, dan heb je het ook niet gedaan, maar dan was het advies niet goed. Dus het is eigenlijk, dat kwam ik na 30 jaar klassieke therapie achter, ik zit hier als de adviesverstrekker waar mensen nooit naar luisteren. Dus wat is hij gaan doen? Hij is het omgekeerde gaan doen. Hij is gaan frustreren. Hij zei, van dat probleem kom je nooit af. Je mag blij zijn dat het niet nog even erger is. Alle opties en suggesties, hij trok het allemaal in het absurde. Laat ik een voorbeeldje geven. Dan heb je een beetje een beeld bij hoe dat gaat. Komt iemand bij mijn vader en die heeft pleinvrees of zo. En die durft niet naar buiten omdat hij bang is dat hij onder een bus komt. Dan zegt mijn vader, heel verstandig. Blijf maar binnen, ik snap ook niet wat je hier doet. Ga in godsnaam naar huis en blijf binnen. Want het is zo gevaarlijk buiten, daar moet je niet eens aan willen beginnen. Nou, 99,9% van de tijd weet je het antwoord. Dan zeggen mensen, nee maar ho, dat is niet de bedoeling. Jawel, joh, nee, geloof nou, voel je goed. Bussen, auto's, trein, trams, ik zou het niet doen. En uiteindelijk gaan mensen toch tegenstribbelen en zeggen van nee, maar ik wil wel en ik laat je zien dat het ook kan, want je overdrijft het totaal. Dat is bijna altijd de uitkomst. En als het niet de uitkomst is, dan weet je dat het ook nooit had gewerkt als je iemand ervan had proberen te overtuigen. Dus en dat gedrag, daar zitten de meeste mensen die er last van hebben, die last hebben van keuzestress enzovoort, daar zitten ze in vast. Dat ze uiteindelijk zoeken naar het advies met een hoofdletter A, het antwoord met een hoofdletter A, die er niet is, die er niet komt en die ze, als die er is, niet accepteren. En volgens mij, als je dat loslaat en daar niet naar zoekt en weet, ja, ik weet niet, er is geen medelab naast mij die mij beoordeelt, maar ik weet wel dat mijn intenties goed zijn en mijn bedoelingen goed zijn en over het algemeen ook mijn leven, als ik niet te raar doe, ook nog de vrij aardige resultaten oplevert. En als je het gecoördineerd doet, helemaal. Samen kunnen we meer, zegt Buma dan altijd. Dan moet je echt knap zijn. Wil je daar nog een excuus voor vinden om dat niet te doen? Dus zo heb ik dat ook altijd gedaan. Ik weet nog heel goed dat ik, toen ik 18 was,
stuurde ik een brief naar alle landelijke kranten dat ik columnist wilde worden. Ik heb nog heel keurig alle 18, toen waren het er nog 18, afwijzingsbrieven, inclusief die van de NRC in mijn la liggen. Van nou, dat is wel heel hoog gegrepen op je 18e. Dat is meer een erebaan die je krijgt als je 50 jaar journalist bent geweest. Toen dacht ik, nou, wacht maar. Nou goed, jammer dat ik nu geen hoofdredacteur meer ben om dat te kunnen bewijzen. Maar laat ik de gedachte erachter zeggen, dat was geen reden voor mij om het niet meer te willen. En om er niet meer achteraan te gaan. En uiteindelijk lukt het toch. En daar moet je geluk bij hebben en toeval. En je moet precies de juiste mensen vinden. Maar één ding is zeker, als je het nooit doet, vind je die mensen nooit en heb je het geluk ook nooit. Dus het antwoord is in die zin heel erg simpel. En voel ik bijna als een soort Emil Ratelband / manager die dan gaat zeggen van geloof in jezelf. Maar daar komt het uiteindelijk op neer, niet voor niets, hè? Innerlijke overtuiging. Uiteindelijk is het antwoord wat je zelf voelt en denkt. En over het algemeen, er zijn een paar uitzonderingen en we zijn gewend die uitzonderingen als voorbeeld te nemen. De diepst gezonken uitzonderingen, zoals terroristen en Anders Breivik en dat soort figuren die helemaal de weg kwijt zijn en uit diepe overtuiging iets verschrikkelijks doen. En we doen andersom ook met de grootste voorbeelden, dus de sterren die de meeste successen hebben in het rijk zijn. En daar proberen we dan bij wijze van spreken ons aan op te hangen. Maar dat is echt het domste wat je kan doen, want dat werkt eigenlijk alleen maar demotiverend. Je moet het uit jezelf doen en je moet het met jezelf doen. Nou, en daar zou ik iedereen toe willen aansporen. Dankjewel.